Kleine baby's kunnen natuurlijk nog niet flink mee eten aan tafel. Die moet je tevreden stellen met een groentepapje. Maar je vindt die groentepapjes ook in de winkel, in van die mooie aantrekkelijke potjes. Maar helaas, Nathalie, ze zijn niet zo gezond. Nee, we hebben er zo'n 64 van die potjes bekeken. En eigenlijk geen enkele van die potjes kan je een volwaardige maaltijd voor een kindje van die leeftijd noemen. Maar wat is er dan eigenlijk mis mee? Wat ontbreekt er? Ja, de grootste pijnpunten zijn eigenlijk de eiwitten en de vetten. Nochtans, twee stoffen met een grote impact zijn essentieel voor de groei. Geen enkel van die 64 potjes is eigenlijk een volwaardige maaltijd. Enkele komen in de buurt, maar alle potjes bevatten te weinig vetten. 50% van de potjes bevat te veel eiwitten. Mm-hmm. En ook de helft bevat verhoudingsgewijs te weinig groenten. En dan ook 1/3 bevat ingrediënten die eigenlijk niet geschikt zijn voor de leeftijd van deze kindjes. Te weinig groente, maar te veel aardappelen, pasta of rijst enzovoort. Ja, dat klopt. Oké, betekent dat dan dat ik die potjes beter volledig links laat liggen? Goh, ja, het is natuurlijk verleidelijk om af en toe zo'n potje te kopen. Ze zijn gemakkelijk, je kan ze bewaren op kamertemperatuur, ze zijn lang houdbaar. Het zitten er andere dingen in dan je gewoon bent. Maar eigenlijk bewaar je die toch echt best voor uitzonderlijke momenten, zoals op een uitstap of als je echt geen tijd hebt. Maar dus ik ga op uitstap, ik heb echt heel weinig tijd, geloof mij. Ik moet zo'n potje kopen voor mijn baby. Waar moet ik dan op letten om toch goed te doen? Wel, altijd naar de ingrediëntenlijst kijken. Kies voor een potje met ingrediënten die je kent. Als er dingen in zitten dat je zelf niet in de keuken gebruikt, kies dan een ander potje en let op die verhouding. Dus er moeten zeker voldoende groenten in zitten. Eigenlijk moeten 2/3 groenten zijn en maar 1/3 aardappelen, deegwaren of rijst. En als laatste voeg altijd olie toe. Dat is heel belangrijk, want er zit eigenlijk altijd te weinig vetten in. Dus je moet er minstens 2 koffielepels aan toevoegen. Zit er absoluut geen olie in de ingrediëntenlijst, dan zelfs 3. Dus waar volwassenen olie moeten mijden, vetten moeten mijden, kleine baby's hebben die echt nodig. Ja, die hebben echt, het is belangrijk dat zij voldoende vetten binnenkrijgen. Er zijn ook nog andere producten die zo typisch op baby's focussen. Fruitsapjes bijvoorbeeld of koekjes. Ik zie u al kijken, Nathalie, die zijn ook niet gezond. Nee, geen enkele van die producten hebben eigenlijk kindjes van die leeftijd nodig. Die bevatten allemaal te veel eiwitten, te veel suiker of te veel vet. Op die leeftijd hebben kindjes voldoende aan melk, groentepap en fruitpap om al hun voedingsstoffen binnen te krijgen. Laatste vraag, Nathalie. Jij bent ook een mama. Je hebt 1 kind. Er is nog een 2e op komst. Proficiat trouwens. Heb jij ook al van die groentepapjes voorverpakt gekocht? Of, nee, ik kan eigenlijk zonder liegen zeggen dat ik dat eigenlijk nog nooit gekocht heb. Ik maakte altijd zelf fruit- of groentepapjes. En voor de dagen dat ik echt geen tijd heb, dan deed ik enkele dagen op voorhand. Maakte ik zo'n papje en vroeg ik het in. En op het moment dat ik ze nodig had, haalde ik uit de diepvries. Als je dat natuurlijk zelf thuis doet, moet je erop letten dat je deze potjes direct invriest en dan niet langer dan een maand bewaart en dan zo snel mogelijk opgebruikt. Oké, voilà, heel interessant. We hebben het Federaal Voedselagentschap aangeschreven voor de babyvoeding dat de wettelijke normen niet respecteert, maar we ijveren ook op Europees niveau voor strengere normen, zodat babyvoeding strikter gecontroleerd zou worden. Wil jij ook meer weten over babyvoeding? Klik dan op deze link.